Jimmy, wat betekent voor jou gezondheid? Gewoon een gezond leven. Niet te veel van je, nou ja, je mag wel van jeugd genieten, maar niet echt dat je echt, hoe noem je dat? Dat je echt helemaal losgaat, zeg maar, gewoon af en toe ook in rust gaan. Wat betekent voor jou gezondheid? Nou, dat je lekker in je vel zit en dat je met vrienden om kan gaan en geen domme dingen doet. Gewoon vrolijk blijft. Wanneer zit je lekker in je vel? Nou, als je met vrienden bent, nou, dan ben je blij of zo. Ben je vrolijk en ja. Ja, als je best doet en vertrouwen krijgt van jou dus. Iedereen heeft als periode dat het hartstikke lekker gaat, de periode dat het echt minder gaat. Maar als het lekker gaat, waar komt het dan door? Als je gewoon thuis bijvoorbeeld echt een kutsituatie hebt, dan je spreekt dat met vrienden, dan voel je meteen een stuk vrijer, zeg maar. En dan vind je fijn. Dan, dat is gewoon fijn dat je gewoon iemand hebt om op terug te vallen of gewoon een groep. Als de dag meevalt. En wanneer valt hij mee? Gewoon dat het alles gewoon goed loopt. En niks, geen tegenstribbel. Gewoon wanneer zit je lekker in je vel? Laten we het daarop houden. Als ik met mijn hobby's bezig ben. Oh, je hobby's bezig bent? Ja. Oké. Wat levert dat op dan, als je met je hobby's bezig bent? Gewoon een beetje rustiger van jezelf en dan gewoon een goed piratenmuziekje op. En dan ben je mooi aan het knooien. Als iemand zich niet lekker voelt, wordt het dan gedeeld met elkaar of doe je dat met anderen? Ja, nou ja, in onze vriendengroep, zoals ik het zie, zijn er sowieso een paar bij wie ik alles kwijt kan. Gewoon bij wie ik alles kan vertellen. Dus ik weet dat die het ook niet doorvertellen verder, dus ja, heel vertrouwelijk. We zeggen in Nieuw-Leus, er zijn heel veel kreten dan, en jongere groepen. Maar als dat er niet is, waar moeten de jongeren dan heen? Zo af en toe een pulsje is niet erg. Maar te weinig. En vooral niet roken. Maar ik denk ook dat mensen hier ook best veel drinken in het weekend. Maar als je later dat je ouder wordt, dat ze dan ook minder gaan drinken omdat er nou toch wel is dat het veel gezoker wordt in het weekend. Als ik later iets krijg, iets van een ziekte of zo, en ik moet daarvoor stoppen drinken of roken, doe ik het wel. Maar dat wetende, dat je dus bijvoorbeeld ziek kan worden, wat doe je daar nu aan om te voorkomen? Ja, maar waar word je tegenwoordig niet ziek van? Ja, het is goed dat elke dag met een matkap lopen, want de lucht is ook schadelijk. Natuurlijk. Ja,